Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht. Het is bericht voor de nieuwe maan van 16 augustus in Leeuw. Hartelijk welkom bij mijn YouTube kanaal, mijn naam is Jacqueline. Mocht je de video's leuk vinden, ik heb er verschillende, dan mag je abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En anders dan mag je de video liken als je hem leuk vindt. Dat helpt mij weer om het kanaal te laten groeien. Goed. Mocht je behoefte hebben aan persoonlijke consult, dat kan. Dat kun je boeken. Dat kun je boeken via mijn website. In de webshop staan verschillende stukjes die ik aanbied. Het zij een Zoom-sessie, het zij een YouTube-reading, telefonisch consult. Ik geef ook op dit moment even niet healing-sessies via Zoom. Dat zijn groepssessies. Mocht je een consult willen boeken, dan vraag ik je vriendelijk om even goed de informatie te lezen. Ik heb dat bij ieder consult, wat het is, een Zoom-sessie in de praktijk, telefonisch, YouTube. Daar staat overal bij hoe dat in zijn werk gaat en wat je daarvan kunt verwachten. Dus als je dat even doorleest, de tijd neemt om dat door te lezen, dat scheelt weer vragen. Want ik heb dat al van tevoren allemaal zo beantwoord, dat het eigenlijk zich vanzelf wijst. En goed, ik plan het in zodra ik er tijd voor heb. Je krijgt dan ook van mij een bericht wanneer ik het ingepland heb. Zeker met een Zoom, met een YouTube-reading. En die andere, die plannen we natuurlijk in overleg in. Ja? Een Zoom-sessie of een telefonisch consult of in de praktijk. Dat is uiteraard logisch. Goed, kijk even... Ja, als je daar interesse in hebt, wat jouw voorkeur heeft. Bovendien heb ik nog collectieve afstandshealingen. Die zal ik onder in de reactie neerzetten, de link daar naartoe. Naar al die collectieve afstandshealingen, dat zijn er verschillende. Ik zal het tabblad eigenlijk neerzetten waar je dus die verschillende vindt. Over blokkades, over tweelingzielen. In je kracht staan, dat zijn allemaal verschillende onderwerpen. En daarin heb ik weer een verschillende onderverdeling in healingen gedaan. Die kun je thuis doen, op je gemak. Die zal ik dus daar in de omschrijving even doorgeven, of niet in de omschrijving, in een reactie neerzetten. En dan zul je zelf even moeten lezen. Dus krijg je via een PDF-bestand. Ook daar staat alle info in, hoe dat in zijn werk gaat. Goed, we gaan beginnen. De nieuwe maan in Leeuw. Nieuwe maan in Leeuw. De leeuwenenergie heeft weer te maken met de vuurenergie. Dat stroomt nog even door met de leeuwenpoort. Zeker de 16e is die poort nog open. Die sluit rond de 20e, 29e. Dus gebruik die energie ook om daar mee te werken. Ik leg ze even hier. Dit zijn eigenlijk de Moonology Manifestation Oracle Cards van Jasmine Boland. Deze. Wat is de eerste kaart? Is Know Your Worth. Nieuwe maan in stier. Stieren zijn natuurlijk, staan erom bekend om aards te zijn. En het voelt voor mij dat je eigenlijk je eigen waarde nu op een aardse manier naar buiten mag laten brengen. Wel met vuur, vanuit jouw kracht, vanuit jouw passie. Mag je eigenlijk je eigen waarde eens meer naar de buitenwereld tonen. Make time for self-love. Dus ga eens kijken en ga eens in balans proberen te krijgen. Want de leeuw staat hier de weegschaal. Dus het voelt voor mij de balans krijgen in de zelfliefde. Waar geef jij nog heel veel van jezelf weg? En waar kies je nog niet voor jezelf? Heel belangrijk. Release control. First quarter moon in Taurus. Weer dat stukje in stier. Dus het kan ook te maken hebben met de koppigheid. Een stier is namelijk heel erg koppig. Ik ken een paar stieren, die zijn best wel redelijk koppig, eigenwijs. Dus hou er rekening mee dat jij misschien jezelf voorbij loopt, omdat je te koppig bent om, of te eigenwijs om de dingen anders te doen. Als je niet meegaat in de stroom van het universum. Als jij denkt dat je de universele energie kunt controleren. Nou, heb ik nieuws voor je, dat gaat niet. Dus geef die controle op, laat dat los en ga kies dat stukje energie wat je weggeeft aan het proberen de dingen te controleren naar de buitenwereld. De dingen proberen te controleren op aards vlak. Misschien zit je om een bepaald stuk nog dingen te controleren op aards vlak in de zin van
ja, dat en dat moet stromen. Nee, het is nu taak om naar binnen te keren en dat andere stuk los te laten en meer voor de zelfliefde te gaan. En die zelfliefde ook te kunnen toepassen in je leven. Als je die nog niet hebt, dan geldt dit dus voor jou. Als je nog niet je eigen waarde weet. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die kijken, die hebben dit al. Ja, prima. Helemaal goed. En je zet dat ook al in de realiteit neer. Nog beter. Maar kijk dan eens op welk vlak dat je daar wel nog last van hebt. En als je daar geen last van hebt, dit is universeel. Het kan op jou van toepassing zijn. Het hoeft niet. Er gaan nog meer kaarten komen. Dus wie weet is daar een stukje bij. Als dit nog niet voor jou of niet meer voor jou geldt. Dat jij op aardslak al die zelfliefde in de realiteit hebt gebracht. Dan mag je misschien met die andere kaarten iets zien. Dan krijgen we het Heavenly Bodies Astrology Deck. Dat is van Lily Ashwell. Dat is dit. En wat mag daar naar voren komen? Dus ik heb het gevoel dat door de Leeuwenpoort heel veel mensen in een stroomversnelling zijn geraakt met dingen op te ruimen. En daardoor ook in een verschillende frequentie zitten. Als jij dit namelijk al hebt opgeschoond, dan ben je misschien klaar voor iets nieuws. En hier komt dan Uranus Radical Change. Dus er komt een plotselinge verandering, een radicale verandering. En die radicale verandering die kan te maken hebben met je eerste huis. Individualiteit, self-image en approach to life. Dus hoe jij het leven ziet. Maar ook weer je hartchakra openen. Ja? Dus je hartchakra, dat mag geopend worden. En dan kun je misschien connecten met je hogere hartchakra. Maar ook dat je weet wie je bent. Je eigen waarde. Hoe je jezelf ziet. Het achtste huis. Transformatie, karma, facing fears en legacies. Heeft te maken met blokkades opschonen. Misschien zit daar nog een stukje in dat jij iets mag opschonen. En daar een radicale ommekeer in gaat maken. Wat betreft jouw eigen waarde, wat betreft jouzelf, dat je zelf gaat veranderen. Dat je bijvoorbeeld een karmisch stuk afrondt, doordat je vroeger misschien problemen had met eigenwaarde en dat een 180 graden draait. Confidence, optimism, passion en bravery, passie, de vuurenergie. Nou, die hebben we dus nu, zeker met die nieuwe maan in Leeuw. Dus je gaat dus met heel veel vuur, ga je jezelf neerzetten. Ga je transformeren, zoals bijvoorbeeld de, hoe heet dat nu? De phoenix, rising from the ashes. Dus de phoenix die uit de as herrijst. Ik moet ook eigenlijk weer ons Engelstalige kaart readingen maken, maar daar heb ik geen tijd voor gehad. De Soul Helper Oracle. En het is wat het is. Dat is van Christina Arana Feder. Wat mag dit deck jou vertellen? Wat mag je zien met betrekking tot deze nieuwe maan in Leeuw? Nou, dat is een heleboel. A partnership for the new age. It is time to welcome it. Dus er komt een reunion met je tweelingziel. Kan, hè. Dus bij sommigen geldt dit stuk. Bij anderen geldt dan weer de union met je tweelingziel. Dat op aardsvlak gaat gemanifesteerd worden. Ja. Op aardsvlak komt er dus voor jullie een radicale verandering. Ja. The time is right. Seize the day and make progress on your soul path. Dus als dat te maken heeft met jouw tweelingziel, weet dan dat het divine timing is. Kan te maken hebben met een datum die speciaal is voor jullie. Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? Dan de kaart, release your creative energies. Make use of them in your life. Dus laat die creatieve energie vrij. En als jij met je tweelingziel samen bent, dan gaat er via jouw derde chakra, via jouw solar plexus, natuurlijk enorme creatieve kracht vrijkomen. Dan gaat er door de hereniging tussen jullie, mannelijk-vrouwelijke energie in jouzelf en ook tussen jou en je tweelingziel, want je bent bijna het tegenovergestelde van elkaar, dat is één geheel samen. Zie dat maar als dat yin en yang teken. Dus dan komt er een hele grote creatieve energie vrij. Het kan zijn dat je die energie gaat gebruiken samen met jouw tweelingziel of apart. Of de een doet dit stukje en de ander doet dat en het vult elkaar aan als dat het zo in elkaar valt.
Dat kan. Hè? A difficult path is being revealed as we have and learn that we are all connected. Dus als jij problemen hebt met bepaalde stukken nog, dus dat voelt voor mij dat dat even daar aan de andere kant moet. The time of guilt and shame ends now. Dus sommigen komen dus samen met jouw tweelingziel. En gaan dus echt creatieve energie transformeren. Of creëren, zo sorry moet ik zeggen. En bij sommigen komt er een heel moeilijk pad naar voren, wordt herkend. Waardoor dat opgeschoond kan worden. The time of guilt and shame ends now. Dus als jullie, als jij problemen hebt gehad met, ja ik voel me schuldig. En ik weet niet hoe, goed hoe en wat. Gaat ook allemaal veranderen. Leave your social, usual social circles behind. Seek out true companions. Dus het kan ook zijn dat jij nu iets gezien hebt van waar jij in vast bent blijven hangen met vriendschappen. Want dat is ook eigenlijk de tijd nu dat vriendschappen opgeschoond worden. Alles wat niet meer dient voor jouw hoogste goed, wordt opgeschoond. En alles en iedereen die niet eerlijk is, wordt ook opgeschoond. En of dat nu bewust is of wel onbewust, het kan dus zijn dat hier iets wat nog onbewust speelt tussen jou en vriendschappen, dat dat naar voren komt. Ja? Cross the bridge of happiness, it leads to the depths of your emotions. Dus er gaat een stabiel nieuw begin plaatsvinden. And release your inner rebel. Be yourself and create your own universe. Dus dat geldt voor, ik heb het ook het gevoel dat tweelingzielen, als jullie in union komen, dan gaat er iets veranderen op vriendschapgebied. Want dan vallen mensen weg die niet meer bij jullie energie passen. En dat is logisch, want jullie gaan in een hele hoge frequentie verder. En iedereen die daar niet, nog niet is, door welke omstandigheden dan ook, die valt af. Want dan ja, ik zeg altijd, dan trek je dat niet meer. Dan verdraag je die energie niet meer. Dan verdraag je niet meer die lagere frequenties. Dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat jij die ander naar boven trekt in jouw hogere frequentie. Dat is onmogelijk. Dat mag ook niet. Je zult een ander daar zelf de les in mogen laten leren. Dus laat dat dan ook los, als diegene het nog niet begrijpt. Dus hier gaat nog iets, misschien voor jullie samen, hè? Dat jullie samen ontdekken van, hé, deze personen passen nu niet meer bij ons. We gaan ons daarvan distantiëren. Dat mag, hè? Dat is echt jullie goed recht. En dat heeft te maken met cross the bridge of happiness. Dus als jullie stabiel begin willen, een stabiele nieuwe basis, dan zul je moeten kijken welke energie past dan ook bij welke niet. En release your inner rebel. Inner rebel betekent dat je dus echt de innerlijke rebel, dat je echt in jouw kracht gaat staan en datgene doet wat voor jou goed voelt. En wat voor jou, hoe jullie eigenlijk jullie stukje samen, jullie leven samen willen creëren. Want je zult het samen moeten doen. Je mag het samen doen. Je hebt daar niet mensen nodig van de buitenwereld. Nee, die mogen erbij zijn, net zoals jij in dat leven van hun erbij mag zijn. Maar het is niet jouw taak om daar iets op te schonen. En anderen hoeven zich niet met jou en jullie te bemoeien. Ja? Dus hou daar rekening mee dat dat dus opgeschoond wordt. Doe je dat zelf niet, wordt het door het universum geregeld. Wees daar maar zeker van. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste, dat je echt jezelf kunt zijn, samen met jouw tweelingziel in eenheid kunt zijn en de rest gaat stromen wanneer het de tijd is om te stromen. Maar sommige stukken mogen opgeschoond worden. En dat kan, misschien hoeft het niet een shame of guilt vanuit dit leven te zijn. Ja? Dat kan dus ook een schuldgevoel zijn vanuit een vorig leven. Ook dat mag opgeschoond worden. En dat zijn soms stukken die je niet bewust ervaart, maar wel op onbewust vlak voelt dat er iets stagneert. En als je dat gevoel hebt van er stagneert iets, dan mag je daar eens eventjes je aandacht aan besteden en je gidsen vragen van, waarom stagneert iets in mijn leven? Waarom stroomt het niet? Zie ik iets over het hoofd? Heb ik iets nog? Is er voor mij nog iets op onbewust vlak wat ik zien mag? Waar ik me bewust van mag worden? Ja? Dat is allemaal heel belangrijk. En dat onbewuste wordt soms onderschat, hè. Kijk, ook met vriendschappen kan het zo zijn dat die ander ook in een onbewust stuk handelt. En dan hoeft dat niet bewust te zijn. Als dat bewust is en iemand wil je bewust kwaad doen, dan ben ik er, ja, dan is het gewoon afgelopen, klaar. Maar als iemand
ook iets mag leren daarvan en dat ook doet, dan kun je natuurlijk op een andere manier verder. En het is nu aan jullie hoe jullie dat gaan vormgeven. Of aan jou. Maria Magdalena kaart. Oh, sorry, dat heb ik niet laten zien. Maria Magdalena orakel, Tonica Mancellano. Ons alle Tony. Eternal Embrace. Eeuwige omhelzing. Tussen jou en je tweeling zit, kan ook niemand tussenkomen. Hoe mensen dat ook proberen, dat gaat gewoon niet. Er wordt beschermd van boven. Hè? Geloof me maar dat dat beschermd wordt. Prophet. De voorspelling. De voorspelling betekent ook, de onderste drie chakras voelt het voor mij. De onderste drie chakras creëren vanuit de onderste drie chakras. Basis, sacraal en zonnevlecht. Rood, geel, oranje. Het zijn de kleuren van de onderste drie chakras. Althans, die wij de zeven kennen. We kennen er meer, maar goed. De messenger. Dus je kan zijn dat je nog een inzicht krijgt. Hè, wat te maken heeft met deze mensen. Dat daar iets losgemaakt later mag worden. De messenger heeft ook het gevoel voor mij ook dat jij de berichtgever bent. Dat jij iets mag gaan uitdragen naar de mensheid toe. Uitdragen naar de buitenwereld van de liefde die er tussen jou en je tweelingziel is, die is enorm. En dat is wel jullie taak om dat te laten zien aan de buitenwereld. Waardoor de buitenwereld ook kan shiften innerlijk. Waardoor de buitenwereld ook dan de shift kan maken naar een hogere frequentie. We doen het met z'n allen. Het begint bij onszelf. Het begint niet in de buitenwereld om een nieuwe wereld te creëren. Nee, het begint in jezelf. De resurrection. De wederopstanding. Ik weet niet of ik dat net al gezegd heb, maar het voelt voor mij de feniks die uit de as herrijst. Ja? Zo voelt het voor mij van, er komt een verandering. En als jij met je tweelingziel samen bent, dan voelt het voor mij ook als een wederopstanding van jouw ware zelf, van jullie samen, omhoog, in de krachtige energie. Dus het voelt voor mij echt dat er voor de tweelingzielen op dit moment heel veel gaat te gebeuren. Staat te gebeuren of al gebeurt, hè, dat kan ook. Of gaat gebeuren. En heel kort, heel kort bij, heel dichtbij. Want ja goed, de partnership ligt hier. En als dat niet dichtbij zou zijn, dan zou dat hier helemaal niet op tafel liggen. Ik moet nog engelenkaarten trekken en die gebruik ik bijna nooit. En ik weet niet waarom, het zullen dadelijk wel duidelijk worden, maar deze kaarten moest ik gebruiken van Annelies Hoornik, geloof ik. Ik weet even niet hoe ze heten. Ik heb daar zit ook nog een boek bij. Maar dat is een heel groot boek. En ja, het is goed geweest. Reizen, ik ga dat niet pakken, maar Annelies in ieder geval. Als je even googelt, dan zie je dat wel. Reizen, de engel van ontdekking. Het is tijd de wereld te ontdekken en deze van een nieuw perspectief te leren zien. En dat is heel belangrijk, dat je vanuit een nieuw perspectief kijkt. Dat je, wat ik ook hier voel, vrij bent uit die kooi. Dat je jezelf bevrijdt uit die kooi waar je in zat. Ja? Samen met je tweelingziel. Misschien gaan jullie samen reizen, ook nog, kan ook. Engel van creatie, laat je goddelijke creativiteit stromen en gebruik je talenten en passies om je hartewensen te vervullen. Dat ga je dus opstarten. Het zij samen, het zij alleen. Het kan ook zijn dat jullie iets tijdens een reis inzicht krijgen van, hey, dat kunnen we ook samen gaan doen, leuk. Dus het kan. Hè? Of dat jullie in het buitenland iets gaan doen samen. Het kan. De engel van motivatie. Je kunt het best direct doorpakken, ondanks dat je dat spannend vindt. Zo creëer je ruimte voor nieuwe kansen. Dus doe dat ook. Ik doe dat ook. Ik ga gewoon, als ik iets doorkrijg van mijn gidsen, en dat ze zeggen van, je moet dit of dat neerzetten, dan denk ik soms wel eens, ja, maar hoe dan en wat dan? En dan krijg ik eerst een klein stukje te zien. En volgens mij hebben ze dan zoiets. We gaan eens even kijken hoe ze erop reageert. Maar gelukkig vind ik alles best. Wat ze dan aandragen. Wat ik mag doen. Omdat het eigenlijk dan ook dat op dat moment de tijd ervoor is dat ik dat mag doen. Dat is, in zover weet ik dat gewoon. Dat ik niks doorkrijg wat ik nog niet kan neerzetten. En soms moet je een begin maken met iets. En mag je dan eventjes pauzen. En mag je daarna verder gaan met bepaalde stukken. En dat is ook helemaal niet erg. Maar in die tussentijd kan er wel nog een inzicht komen. Of ga je weer een andere weg bewandelen. Een stukje helen. Dus dat kan. Hè? De engel van zegeningen vraagt ons je te helpen de zegeningen te zien die je nu nog aan je zicht zijn onttrokken. Er speelt meer dan je denkt. Bespiegeling. De
Dat is wat ik dus net aangaf. Soms krijg ik dingen door. Van, Jacques, je mag dit of dat neerzetten. En dan heb ik een klein stukje. En dan heb ik zoiets, ja, oké, wat dan? En dan wordt gezegd van, ja, dat vertellen we je morgen. Oké, nou, dan laat ik dat los. En dan weet ik gewoon, nou, dan zal er morgen het antwoord komen. En dat gebeurt ook altijd. Maar ik ben dan wel rustig en ik laat dat gewoon stromen. Want ik kan er toch niks aan veranderen. Als ze het niet zeggen, dan zeggen ze het niet. En soms komt er bij mezelf een inzicht in. Ook dat zijn de engelen dan die jou helpen. Of wie dan ook. Engel van communicatie. Door duidelijk uit te spreken wat er nodig is in deze situatie, schep je duidelijkheid en houd je de controle. Nou, daar krijg ik dan een R van hou je de controle. Kijk, ik zeg net dat ik eigenlijk niet de dingen probeer te controleren. Ja? Zeker niet wat mijn werk betreft. Daar ben ik heel blank, hoe sta ik daarin? En alles wat komt, komt. En alles wat gaat, gaat. Heel simpel. En, want dat heb ik vroeger geprobeerd. En hoe meer ik drukte, en dan heb ik het niet in de spirituele praktijk, maar dan heb ik het over de overstap van pedicure naar spirituele praktijk. En dat vond ik heel lastig en dat vond ik heel eng. En dan had ik zoiets van, nee, maar ik wil dat niet. Ja, werd er gezegd, maar je mag nu met ons gaan samenwerken. Dat vragen we je nu, om met ons te gaan samenwerken. De mensen hebben je nodig. Nou, oké, dat kan. En dat werd me dus gezegd. En daar heb ik nog 3 weken tegen gas gegeven. En gezegd, nee, ik wil niet. Nee, ik wil niet. Totdat ze eigenlijk zoiets hadden, oké, jij wil niet. Maar dit is wel jouw zielsmissie, dus jij gaat luisteren. En toen werden er gewoon nog meer cliënten die zich afmelden voor het pedicure. Ik zeg, en wat doen jullie nu? Ja, je vragen je nog eens een keer dringend, door vriendelijk, om echt met ons te gaan samenwerken. Je doet dit niet voor ons, je doet dit niet voor jezelf. Nee, je doet dit voor ja, de mensen die geholpen mogen worden. Via jou mogen wij contact met ze leggen. Ik zeg, oké, nou. En toen dat eenmaal duidelijk was wat ze van me wilden, want ze wilden hebben dat ik om hun lijn ging werken, en dat wou ik niet. Toen werd gezegd, oké, jij wil niet, dat mag, dat is je eigen vrije keuze, maar wij vinden dat jij dat nodig hebt. Je bent nodig naar de buitenwereld te treden. Dat is dus ook wat ik net zei. Ga naar de buitenwereld treden. Ik weet nog niet meer of het in dit stukje was, volgens mij wel, of in het andere video wat ik net gemaakt heb. Maar dan komt die vrijdag online. Maar jezelf laten zien, dat vond ik eng. En dat vond ik heel moeilijk. Maar als spirit jou een bepaalde richting in wil hebben, dan kun jij tegengas geven zoveel als je wil, maar weet dan dat zij toch je die kant op drukken die nodig is. En hoe meer tegengas je geeft, hoe lastiger het voor jezelf wordt. Dus geef het op, ga met de stroom mee en je komt daar waar je wezen moet. En dat zo ga ik ook met hun. Als zij iets aangeven aan mij, dan laat ik het stromen. Ik kan het toch niet aanschuiven. Engel van hoop, het antwoord. Vertrouw op je ingevingen. Die zijn het antwoord op je vraag en zullen je op het goede pad zetten. Nou, dit is dus eigenlijk ook hoe ik dat toen ervaren heb. Ik kreeg door, ik moest op een lijn werken en ik wilde dat niet. En ik heb gezegd, ik wil alleen maar mensen helpen, niet door oppervlakkige kletspraten houden. Wat maar gewoon inhoudt dat ze iets leren, dat ik ze mag helpen om blokkades te zien, blokkades te ervaren en dat ze mogen zien dat ze daar zelf een aandeel in hebben hoe ze dat gaan oplossen. En dat dat niet door jullie opgelost wordt met een vingerknipje, maar dat ze er zelf aan de slag mogen gaan. En dat was de bedoeling, dat zo mocht ik ook werken, niet op een andere manier. En toen heb ik gezegd, ja, is goed. En toen vond ik een lijn waar ik dan kon beginnen. Dat was ook weer een lijn doorgegeven door mijn moeder, waar ik moest werken. Dus dat heb ik gedaan. En van daaruit verschillende lijnen gehad. Op een gegeven moment had ik zoiets, nee, het is klaar. Het is tijd voor mezelf te beginnen en nu volledig. En toen heb ik ook geluisterd. En dat vond ik ook weer eng. En toen dacht ik, nee, weet je wat, het voelt niet goed. En alles wat niet goed voelt, kiep ik eruit. En dat heb ik dus ook gedaan. En dan ga je, dat is dus wat ik zeg. Als jij probeert tegen spirit in te gaan, dan heb je een hele harde les te leren. Want geloof me, dan maak je het moeilijker voor jezelf. Dus mijn advies voor jullie, ga met de stroom mee. Ga met de stroom mee wat op je pad komt. En als je dat niet doet, dat mag ook. Hè? Maar dan word je in dat stuk, stel je wil een nieuwe baan en je bent bang om op jezelf te gaan werken.
En je weet eigenlijk dat dat het beste is voor jou. Hoe jij het beste kunt werken. Maar je kiest toch voor een baan. Dan zul je dan merken dat je daarin niet ten volle je talenten kunt benutten. Of je irriteert je mateloos aan verschillende dingen. En dan heb je eigenlijk niet gekozen voor je ware zelf. Ik noem maar iets, dat is een voorbeeld. Hè? Dat kan met verschillende dingen te maken hebben. Dus let daar een beetje op. Dat is eigenlijk de energie van de volle maan. Of sorry, van de nieuwe maan. Je wilt iets nieuws creëren. Zet dat dan ook neer vanuit jouw vuurenergie, vanuit jouw passie. Wat geeft jouw passie? Welke werk geeft jouw passie? Hoe ga jij je creatie neerzetten? Samen met je tweelingziel? Alleen? Hoe gaan jullie dat doen? Ga iets doen wat voor beide helend werkt. Nou, niet zozeer helend werkt, maar meer dat je er plezier aan beleeft. Dat jullie allebei aan het werk wat jullie doen. En als jullie samen gaan werken, dat jullie daar plezier in beleven. Dat jullie zoiets hebben van we tillen elkaar nog hoger in de frequentie. Want dat is eigenlijk waar je naartoe mag. Dat je elkaar zo hoog tilt in de frequentie dat anderen daardoor geraakt worden. En dat je eigenlijk ziet van hey, wat mooi wat we mogen doen. Dat mogen we creëren samen. We doen het niet voor onszelf. We doen het voor de aarde om de energie te verhogen. Zodat andere mensen het oppikken. En dat we die krachtige energie, die creatiekracht gaan neerzetten voor de mensheid. En voor onszelf ook een stukje. Dat we wel plezier beleven. Kijk, zonder plezier, zonder passie werkt het niet. En voor mij is dit gewoon niet werk. Voor mij is dit, ja, ik vind het fijn om te doen. Ik vind het leuk om te doen. Het is niet van, ik moet werken. Nee, heb ik bij dit helemaal niet. Maar dan ook echt niet. En dat is echt, als je iets met passie doet, als je iets met hart en ziel doet, dan merk je dat. En dat is eigenlijk ja, het verschil tussen, ja, ik moet het doen, of nee, ik wil het graag doen. Ik vind het zo fijn om te doen. Zo, en als ik dan naar mezelf kijk, het is mooi om te zien, als mensen tegenover je zitten, het zij via de Zoom, het zij via gewoon, dat je ze ziet openbloeien. Dat is zo mooi om te zien, dan denk ik, wow, dankjewel dat ik hiervan mocht getuigen zijn, dat iemand zijn eigen kracht terugvindt. Hoe mooi is dat? En dat je dat mag zien. Goed. Ja, moeten we nog iets? Ja. De godinnen, pak ze allemaal weer eens bij. Ja. Wat is deze? Selene. De Griekse godin van de maan, Selene, vraagt je om je onbewuste zelf naar boven te brengen. Om alles wat diep verborgen ligt te gebruiken voor jouw hoogste doel. Eer de wereld van de dromen, herinneringen en visioenen. Need I say more? Dus ik hoef hier niets aan toe te voegen. Dit is wat je weten moet. Dit is echt het stuk. Ik heb dat net allemaal verteld. En hier krijg je weer de bevestiging dat dat is waar je naartoe mag. Dat is wat jij ook mag doen. Je mag gaan stralen. Je mag gaan zien waar je nodig bent. Nodig voor jezelf. Nodig voor de wereld. Nodig voor anderen. En daar ook zelf voldoening in krijgen. Hè? Wat je doet. The Journey to Union van de tweelingzielen. Oh, zeg ik dat goed? A Journey to Union. Your journey is in divine timing. Dus ik heb het gevoel dat vanaf nu de divine timing nog krachtiger, belangrijker wordt dan, en dat zal voor sommigen divine timing zijn, dat de union eraan staat te komen of dat ze begint. Trust the power of the love you share. Vertrouw op de liefde die jij en je tweelingziel deelt. Weet dan dat die kracht enorm is. En die voel je dus nu ook al. Ook al is hij of zij nog niet bij je. Je voelt elkaar. De kaart. The Kundalini is rising within you. Ja, dat kan. De Kundalini, in mijn optiek, is dat het stukje als je je blokkades hebt opgeschoond. Gaat jouw Kundalini gaat die geactiveerd worden? Bij mij is die geactiveerd door het zien van een foto van mijn tweelingziel. Dat ik zoiets had, wat gebeurt hier? En dat was alleen een foto. Niet eens dat die naast me zat of zoiets.
Maar dat. En dat gebeurde en dat ging tot aan mijn derde chakra. Toen heb ik nog meer stukjes opgeschoond. Ging het hoger tot aan mijn hartchakra. En daarna moest ik nog wat dingen opschonen. En opeens ging het tot aan mijn keelchakra. En hoe meer jij opschoont, hoe meer jij in balans komt, je mannelijke vrouwelijke energie in balans, althans zo kan ik het uit mijn eigen ervaring vertellen, hoe hoger die kundalini gaat stromen. En inmiddels is het zover dat het gewoon vanuit mijn stuitje omhoog knalt als een vulkaan net uit mijn kruinchakra. Dus dat stroomt gewoon in één weg nu door. Dus niet dat er nog ergens stopt. Maar dan weet je ook gewoon als het volledig stroomt, ja, dan heb je dat stukje ook. Dan heb je ook die verandering in jouzelf al gecreëerd. What triggers you is helping you to heal. Ja, en dat is dus wat ik net zeg. Door dat te kijken waar stagneert het nog? Waar stagneert jouw kundalini? Stagneert het aan je hartchakra? Kijk dan eens, wat is er nog in jouw hartchakra wat er nog geheeld mag worden? Stagneert het bij je solar plexus? Heeft dat ook daarmee te maken? Zo heb ik het gedaan. Zo heb ik dat opgeschoond. En ja, het zal voor iedereen anders zijn, maar voor mij is het dat. Heeft het te maken met opschonen van je blokkades? Des te meer gaat het stromen. En dat zal nog meer gaan stromen als je samen bent met je tweelingziel op aardsvlak. Right now, focus on you. En soms mag je dus eerst nu de focus op jezelf leggen. Hè? Telepathy en 5D connection. Dus je hebt even telepathie. En bij sommigen is het wel zodat je even voordat de union er is, even pas op de plaats maakt, eventjes een paar dagjes rust. En als je dat voelt aankomen, dan heb je de kans dat de union vlakbij is. Bij sommigen dan, hè, of kans, dan is er voor velen de union dichtbij. Remember who you are, ask and it will be given. Dus vraag aan jouw gids en het zal je gegeven worden. En het heeft vooral te maken met die onbewuste stukken. The divine masculine comes home oracle. Iemand komt naar huis, want jij bent zijn thuis. En niet iemand anders. En al helemaal geen normale huis, geen woning. Dat is iets, ja, daar mag je een thuis van maken. Door het gezellig te maken, door spulletjes dan neer te zetten, door de energie op te schonen. Daar gaat het allemaal niet om, dat is niet wat ik bedoel. Het innerlijk thuis voelen. Bij jezelf, maar dan ook een innerlijk thuis voelen bij de ander. Ascension heeft te maken met ascensie, ook weer die kundalini. En sommige van jullie zijn nog aan het stressen. Stop stressing out. Hoef je niet te doen. I'm not going anywhere. Dus die ander gaat nergens naartoe. Dat is wat ik net zei. Hè. Hij weet waar hij thuis is. Hij weet wanneer hij naar huis moet komen. En ook waar dat is. De kaart. Getting on the plane. Dus iemand gaat of in een vliegtuig stappen. Maar ik heb meer het gevoel dat dat te maken heeft. Het kan letterlijk zijn, maar maakt niet uit. Het kan ook, het voelt voor mij meer dat iemand als in een sneltrein vaart naar je toe komt. En dat dat niet meer lang duurt. Getting on a plane. Dat alles versneld gaat stromen. Zo moet je het eigenlijk zien. Het is jammer dat er geen achtbaan is, maar het voelt voor mij dat de energie als een rollercoaster gaat dadelijk. En dat je dus echt in een stroomversnelling komt. Of course, I forgive you. And it's not my job to make you happy, it's yours. Dus als jij nog niet gelukkig bent met jezelf, dat geldt dus niet voor iedereen. Ik kan het nogmaals heel vaak benoemen. Voel wat voor jou van toepassing is. Maak het niet passend als dit voor jou. Kijk, als ik deze kaart zie, dan denk ik, ja, dat heb ik al geregeld. Dat heb ik al. Ik ben al gelukkig met mezelf en met mijn leven. Dat is een, de andere is een toevoeging. Wij zijn elkaars toevoeging, niet een invulling. Maar als je dat nog hebt, als je dat nog niet hebt, dan is het jouw taak om daarnaar te kijken van wat mag ik nog helen bij mezelf? Waar mag ik nog de verbinding met mezelf terugvinden? Dus kijk even goed, wat is voor jou, wat resoneert en wat resoneert niet? Het kan niet, alle tekst kan resoneren voor jou. Dat bestaat niet. Want het zijn, zoals ik het hier voel, zijn het twee stukken. De een zit nog in een stuk van zelfliefde creëren. De ander zit in een stuk vlak voor de union met je tweelingziel. Het is een hele andere energie. Want dan heb je dit al allemaal aangepakt. Dus voel even wat voor jou van toepassing is. Ja? Dankjewel voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne nieuwe maanperiode. Tot aan de volle maan weer.
En gebruik die leeuwenenergie, gebruik die vuurenergie om datgene op te schonen, weg te branden wat er niet meer dient voor jou, wat jouw hoogste goed in de weg staat. Ja? Dankjewel voor het kijken en ik wens jullie heel veel succes. Namaste en heel veel geluk. En mocht je dus voor de tweelingzielen union staan, een reunion, als jullie elkaar pas weer gezien hebben, dan een hereniging plaatsvindt, dan heel veel plezier, heel veel geluk, heel veel succes. Ga stralen samen en laat de wereld zien wie jullie zijn. En laat de wereld zien welk licht dat jullie uitstralen en welk licht dat jullie mogen delen met de wereld, zodat andere mensen daar ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Niet dat ze zich warmen aan jullie energie, nee, die mogen zelf stappen zetten. Dus het is niet de bedoeling dat jullie energie afgetapt wordt. Wees daarvoor wel voor. Ja, maar dat voelt voor mij, dat kan niet meer. Als je samen bent op aardsvlak, is dat onmogelijk, dan komt daar niks, tussen. Energetisch zou dat nog kunnen, dan moet je wel mee oppassen, maar energetisch, als je een union bent op aardsvlak, voel ik niet dat daar nog energetisch iets tussen kan komen. Dan is jullie energie, als jullie samen zijn, lijfelijk, dan is die energie zo krachtig, dat is, ja, dat gaat gewoon niet. Goed, dankjewel voor het kijken, nogmaals, en heel veel succes. Doei, namaste.